Oké, mensen, welkom bij een nieuw video. Dit is even een ander soort video. Ik wil even aan jullie uitleggen waarom ik niet kan streamen. Ik heb XSplit vandaag helemaal ingesteld. Het is dus vandaag zondag 13 augustus. Zullen jullie kunnen zien, hier is Rainbow Six Siege op de achtergrond, mensen, en links op mijn scherm staat XSplit. Nou, als ik beweeg in de game, is gewoon soepel. Ik heb rond de 80 fps, dus niks aan de hand. Ga ik naar mijn XSplit toe, zoals je ziet. Ja, het beweegt nauwelijks. En zoals je ziet hier, FPS is 1. 0. Dus het beeld staat ook gewoon stil. En de same problem heb ik dus met OBS. Mijn PC kan het niet alleen, want ik heb gewoon een hele goede videokaart, een hele goede processor, RAM is goed. Daar zou het echt niet aan kunnen liggen, tenzij een van die dingen niet goed werkt. Maar dan zou ik het ook aan de games volgens mij moeten zien. Want dan zou er in Six Siege zelf ook moeten lekken, denk ik. Maar het is OBS en XSplit werken allebei niet. Dus ik ga proberen om met GeForce Experience te streamen. Het is even een klein video. Ik hoop dat jullie mij misschien kunnen helpen. Hebben jullie misschien een oplossing? Ik heb op internet gekeken. Deze zijn voor bitrate moet lagen. Dat heb ik geprobeerd, maar het werkt niet. Ik weet niet. Het is gewoon heel raar. Ik doe nog niet eens wat. Ik stream nog niet eens. Ik neem nog niet op. En nu al. Maar werkt gewoon niet. Dus ik weet niet precies hoe dat kan, mensen. En dat same problem heb ik met OBS, dat kan ik jullie wel laten zien. En mensen, hier hebben we XSplit. Jullie zien verder mijn webcam is er niet, omdat XSplit het pakt. Zoals jullie kunnen zien, ik beweeg hier weer gewoon normaal. Gewoon 80 fps, niks aan de hand en Rainbow. En de fps, wat we schrijven, zoals jullie kunnen zien, is 14 fps. Dat is echt gewoon. Kijk, dat is dus de FPS zeg maar, die jullie komen te zien op de stream. Dus dit krijgen jullie te zien. Dat is gewoon natuurlijk niet fijn om naar te kijken. En ik snap niet hoe ik dit kan oplossen. Vroeger heb ik altijd met OBS gestreamd en ik had er vroeger nog problemen mee. En op een of andere manier, in één klap, verandert het helaas helemaal. En op een of andere manier, Counter-Strike werkt wel goed. Daar heb ik geen FPS lag. Dat loopt allemaal goed. Maar andere games zoals Rainbow Six Siege, Rocket League, GTA 5, die games heb ik op het moment geprobeerd. Dat werkt allemaal niet. En dat moet natuurlijk wel normaal werken. En vooral omdat ik gewoon een goede PC heb. En dat heb ik speciaal gekocht. Zodat ik gewoon alle games ook gewoon in goede kwaliteit kan streamen en opnemen, et cetera. Alleen dan is het dan weer jammer dat de software dat moet verneuken. In ieder geval, mensen, het zou echt heel fijn zijn als jullie mij willen helpen. Hebben jullie misschien een oplossing? Of misschien een vriend die er veel verstand van heeft, van computers of van OBS of van XSplit, en die misschien denkt, weet van, hey, misschien kan je dat veranderen, of moet dat eventjes doen. Zo super awesome als jullie mij willen helpen, mensen, want zo kan ik niet streamen. Zo kan ik alleen maar opnemen, helaas. En ik wil graag gewoon weer streamen. Dat vind ik heel leuk, beetje gezellig met de kijkers, et cetera. Dus mensen, vraag alsjeblieft even aan vrienden, familie of misschien of die er een oplossing hebben of natuurlijk zelf. Laat het lekker achter in de reacties. Vergeet natuurlijk niet even een blauw duimpje omhoog te doen. En ik hoop dat ik jullie dan binnenkort weer zie natuurlijk bij een nieuwe stream. Laters!